En dan nu? Hallo kijkers. Als ik een oplossing mag bedenken, dan probeer ik vaak om de zaak om te draaien en zogezegd vanuit de spiegel naar de situatie te kijken. Vrijdag 11 oktober was de Nationale Coming Out Dag. Een dag voor alle homo's, lesbiennes en alles wat daartussenin zit, nog net iets zichtbaarder te zijn dan ze al zijn. Moet dat nou, vraagt hij zich af. Ja, dat moet nog steeds, omdat we nog steeds niet de gewoonste zaak van de wereld vinden dat als twee mannen of twee vrouwen elkaar leuk vinden, dat ze dat dan mogen zeggen. Van heel veel mensen mag dat niet. Toen ik op mijn 22e ergens ontdekte dat ik verliefd was op een jongen, durfde ik dat toen niet te zeggen. Als er toen een coming-out dag was geweest, had ik er niet nog een paar jaar mee rondgelopen, maar had ik er vooruit kunnen komen en misschien nog wel heel veel plezier van gehad. Uiteindelijk durfde ik het wel te zeggen. Alhoewel ik toen nog niet wist dat hij zowat de opperhomo van de stad zou worden. Maar daar wilde ik nu niet met u over hebben. Of eigenlijk ook weer wel. Het is namelijk belangrijk dat je je veilig voelt om dat openlijk te kunnen zeggen. En dat je vertrouwen hebt in je vrienden en vriendinnen, dat ze je niet uitlachen omdat je denkt dat je anders bent dan dat wat de hele tijd als zogenaamd normaal gezien wordt. De tekst op de poster is: wat fijn dat er homo's zijn. En in de kleine lettertjes staat: als ze maar gewoon doen. Ja, duh, dacht ik, ik ben gewoon. Ik doe gewoon en ik hoop dat u gewoon doet wat uw hart u ingeeft. Van elkaar houden kan nooit verkeerd zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Volgend jaar komt er een poster met: wat fijn dat er hetero's zijn, als ze maar normaal doen.